Welkom bij een spannend experiment dat ik maar één keer kan doen vanwege een beperkt aantal flessen. De problematiek is als volgt. Ik wil met de kleinkinderen het experiment doen met de colafles en het mentholsnoepje. Dan krijg je zo'n mooie fontein. Alleen dat wil je op een zo effectief mogelijke manier. Je wilt zoveel mogelijk spektakel, maar je wilt ook dat het niet te veel kost. En je wilt dat het niet te veel troep maakt in de vorm bijvoorbeeld van gesuikerde cola in het milieu. Dus heb ik hier verschillende alternatieven waarvan ik nu ga uitzoeken welke het beste werkt. Spaarwater, want dat is schoon. Merkloze cola, want die is goedkoop. En dan ook nog Pepsi en Coca-Cola. En zowel in de light als in de gesuikerde vorm. Nou, we gaan het gewoon proberen. Dit is merkloze spa van de supermarkt. Hier is het eerste mentholsnoepje. Daar gaat hij. Het bruist, maar het houdt er ook meteen mee op. Toevallig wist ik dit van tevoren. Veel van wat nog volgt, dat gaat ook voor mij een verrassing zijn. Ik schroef de dop er weer op. Nou, weet je wat? Ik zet hem gewoon eventjes weg, want ik weet niet wat anders de gevolgen zijn. Die flessen die willen ook wel eens ontploffen als je ze te vroeg dichtschroeft. Hopen dat hij zo blijft staan. Blijf maar staan. Zoiets. Oké, volgende. Echte spa. Met een mentosje. Stelt ook niks voor. Ook afgekeurd. Dopje erbij, we houden alles netjes bij. Dit is merkloze Cola Zero. Dekseltje erop trouwens, want je weet nooit als er een fontein komt waar je precies heen gaat. Wordt beter. Maar is natuurlijk nog steeds niet iets waar kleinkinderen van onder de indruk gaan zijn. Hoewel, als ze niet weten wat er gaat gebeuren, dan weet je maar nooit. Dan kan het nog op prijs gesteld worden. Maar wij weten dat het beter kan. Dit is... Oh, ik heb geen gesuikerde merkloze cola. We gaan meteen door naar de Pepsi Zero Sugar. Dekseltje er weer op. Hopla. Beter, beter. Gaat de goede kant op. Maar is ook nog niet goed genoeg. Ja, als er eentje omvalt, is het ook niet zo heel erg. Pepsi met suiker. Ik ben heel benieuwd wat de aanwezigheid van suiker voor effect gaat hebben. Dus hier komt de Pepsi met suiker. Een keer zal ik toch opzij moeten springen. Maar ook dit. Voor hetzelfde geld is er geen enkele die het goed doet. Hè? Je weet maar nooit. Dit is... Nou net om uit te zoeken hoe het werkt en het is niet dat dit experiment nou uit en te naar is voorbereid. Dat ik weet wat ik jullie te bieden heb. We gaan naar de echte Coca-Cola Light. Ik weet niet hoe ze dit in Amerika doen, want de meeste van die filmpjes die jullie en ik kennen, die komen uit de Verenigde Staten. Wie weet hebben ze daar... Het is wel original taste wat ik hier heb trouwens. Je hebt ook nog verschillende soorten gesuikerde cola. Als het goed is, moet ik nu wegwezen. Ik blijf voorlopig even zitten. Nou. Goed, dat weten we dan. Aan wat voor voorwaarden? Misschien moet het kouder zijn of warmer. Ik heb werkelijk geen idee. Maar... Ik denk dat ik voor de kleinkinderen toch iets anders moet gaan bedenken.